Ja, de indruk van Tarraga tot nu toe is leuk. Het is een klein plaatsje, we hebben gisteren eigenlijk een beetje ontdekt. En we zijn begonnen bij de openingsshow en dat was echt onwijs spectaculair. Vandaag gaan we verder met twitteren. Gisteren waren er nog een paar kleine opstartproblemen. Maar dat gaan we nu weer helemaal oppakken. En we hebben om 12 uur de eerste voorstelling hier vlakbij. Het leuke aan deze reis is voornamelijk de uitwisseling, het contact komen met mensen. Een stukje ook wel tweeten, zeg maar, wat erbij komt kijken. Toch wat verder ontwikkelen en kijken wat je daarmee kan en wat je bereik daarmee is. Het is voor mij echt een beetje waar je naartoe leeft. Het is een netwerkevenement, maar het is ook waar je eigenlijk je inspiratie vandaan kan halen voor je verdere loopbaan. Eigenlijk wat je ermee wil gaan doen en welke kant je precies op wil, want je hebt hier eigenlijk allemaal mogelijkheden. Aanwezig zijn is een festival wat het met zich meebrengt. Vooral dat je ziet wat voor sfeer het is, het verschil met Nederland. In Nederland is alles best wel strikt. Wat ik vooral heb geleerd is dat ik minder bang moet zijn voor het netwerk. Want dat is wel iets wat mij altijd tegenhoudt. Het is moeilijk om op iemand af te stappen. Dus ja, dat leer je wel met zo'n evenement. Het is makkelijker en de mensen zijn wat opener hier.